hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik had trouwens vandaag geen foundation op. Alleen maar bronzer en iets op mijn lippen. Een beetje mascara, want ik ga langs Elnas. Die moet mijn wenkbrauw weer echt nodig doen. Want in Turkije zijn mijn wenkbrauw weer echt heel hard gaan groeien. En mijn haren steken letterlijk alle kanten op. Ook al zie je het zo op beeld misschien niet. Ik had het vanochtend echt grappig. Burger King heeft nu dus een broodje. Frikandel speciaal. What the fuck. Ik wilde echt zo graag uitproberen, maar dan zonder het broodje. Want daar heb ik niet zoveel zin in. Maar frikandel speciaal wil ik wel uitproberen van Burger King. Dat wordt echt mijn nieuwe snack to go. Als die mij bevalt. En sinds ik in Nederland ben, heb ik echt zoveel zin in een frikandel. Dat ik het nu ga halen. Maar niet bij de Burger King. Want ik moet de andere kant op. Het duurt ongeveer een half uur naar Elnas. En meestal kan ik dan nog een podcast luisteren. Dan ga ik van tevoren even kijken wat voor leuke podcasts er zijn. En ik heb gezien dat er gisteren een nieuwe podcast online is van Monika met Miljuska. En ik weet dat Miljuska heel goed kan koken. En ik zie haar heel vaak bij 24 Kitchen. Dus ik ga die zo beluisteren een half uur lang. Maar waarschijnlijk gaat heel veel over eten en dat bevalt me wel. Het is echt mijn lievelingsonderwerp. Ik ga helemaal stuk. Elnas heeft mijn wenkbrauwen gedaan. En zoals jullie zien heeft ze veel meer gedaan. We waren gewoon lekker aan het kletsen en aan het doen. En ze was klaar met mijn wenkbrauwen. Toen zei ze, zal ik de basis weer doen voor jou? Ik dacht, ja prima hoor. Dus als ze alles eraf gehaald heeft ze mijn make-up helemaal opnieuw gedaan. Kijk hoe mooi. Echt, love it. Het is zo grappig hoe als iemand anders je make-up doet, hoe anders je er dan uitziet. Maar ik vind bij Elnas echt oprecht heel mooi eruit zien. Wat vinden jullie van deze look? Ik vind de blush echt heel mooi, de kleur. En ik zie er echt zo shiny uit. Dat heb ik echt normaal gesproken met mijn make-up echt nooit. Want ik hou echt heel erg van mat. Maar ja. Weet je wat ik nou benieuwd ben? Ik ga nu dus naar Nessie. Die is nu thuis. Wat hij hiervan gaat zeggen. Want ik zei, ik ga even mijn wenkbrauwen doen. Maar ik heb wel meer gedaan dan mijn wenkbrauwen. Nessie had me net gebeld. Toen ik bij Elnas was, dat hij echt honger heeft, want hij is net thuis. Hij komt ook van de afspraak toe. Dus ik hoop dat ik zo op tijd ben. We gewoon samen nog kunnen eten voordat hij naar zijn show gaat. En we nog gewoon gezellig samen kunnen eten. Ik ga hem even bellen. Dus dat is een beetje de planning voor nu. Snel naar huis. En kijken of ik nog iets kan doen met Nessie. Wij zijn eigenlijk thuis heel lang al gestopt met biefstuk eten. Om de Amazone te supporten. Maar deze kogelbiefstuk is dus afkomstig uit Duitsland, las ik. Dus ik ga deze vandaag lekker eten. Jongens, mijn eten is klaar. Nessie gaat nu helaas weg, dus ik ga gewoon lekker alleen eten. Dat is mijn bordje. Ik heb lekker salade, sperzieboontjes, biefstukje. En hoe heet het? Kruidenkaas of zo? Of kruidenboter? We hebben hier de mooiste schoenen voor jullie van Puma. Laat zien, Nessie. Allah! Vettes dinar! Oh, chilling. De nieuwe Puma sokken. Lekker ding. Het is zo lekker. Zo, ik heb heerlijk gegeten. En toen heb ik weer mijn make-up eraf gehaald. Want ik ga zo even douchen en mijn haren wassen. Anders krijg ik er weer allemaal klitten in als ik dat even lang niet doe. Ik heb trouwens voor het eerst vandaag weer na een lange tijd een geurkaars aangedaan. Want het rook je helemaal naar biefstuk. En ik kon die geur echt even niet handelen. Dus ik heb lekker een geurkaas aangedaan. Ik ga nu douchen. Ik heb net heerlijk gedoucht. En toen heb ik kokosolie alleen in mijn haar gedaan. En het een beetje uitgekamd. Ik ga zo even een handdoek omheen wikkelen. En dan droog ik het gewoon zo op. Ik heb geen zuimpunt te gebruiken nu. En ik heb lekker mijn huid even ingesmeerd met olie. Want Elnas zei dat mijn huid echt heel gedroogd is. Dat ze het kon merken. En het gebied rondom mijn wenkbrauwen. Dus ik heb het lekker ingesmeerd. Ingevet met olie van Rituals. En dan ga ik nu eventjes een serie lekker kijken. Ik voel me altijd zo relaxed na het douchen. Dat je gewoon zo lekker ruikt en fris ruikt. Dat je dan op de bank gaat chillen. Heerlijk. Ja, trouwens, in de vlog van vandaag heb ik jullie verteld dat ik een podcast ging beluisteren. Dat is die van Monika met Miljuska. En ik vond het echt super leuke podcast. Ik heb geen één keer doorgespoeld of wat dan ook. Ik vond het echt een heel leuk gesprek om naar te luisteren. En ja, echt een aanrader. Ook gelijk even de vaat en de keuken even opgeruimd. Heerlijk, handdoek op mijn hoofd. Ik denk dat ik hierbij ook de vlog gelijk ga afsluiten. Maar we draaien trouwens ook al op. Ik hoop dat je het een beetje een leuke vlog vindt. En dan zie ik jullie graag morgen weer. Doeg! Een hele goede morgen. Middag. Het is vandaag zondag. Ik ben vandaag dus heel erg laat begonnen met vloggen.
Want ik heb gewoon een heel leuke dag gehad. Een leuke, relaxte dag gehad. Wij zijn opgestaan. Toen heb ik een ontbijt gemaakt voor Nessie. Maar ik heb nog steeds niet ontbeten. Ik heb alleen koffie gehad. Een theetje. En fruit heb ik gehad. En dat heb ik expres gedaan. Want ik ga straks even uit eten met een vriendin van mij. En we gaan lekker helemaal los. Want we gaan gewoon all you can eat eten met sushi. Ik ga vandaag gewoon heel veel sushi naar binnen werken. Ik ben me nu even aan het klaarmaken om te gaan vertrekken. Ik heb vandaag voor het eerst na een heel lange tijd weer Keeping Up with the Kardashians gekeken. Ik ben weer helemaal bij. Ja. En altijd als ik naar die series kijk, denk ik weer van, oh mijn god, ik wil mezelf weer opmaken. Ik wil weer mijn haren anders. Ik wil me weer elke dag helemaal goed kleden. Bla, bla, bla. Maar ik ga mijn haar gewoon zo vast doen en lekker iets makkelijks aan doen. Dit zijn trouwens mijn wenkbrauwen. Nadat ik bij Elna's ben geweest zonder make-up. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Zo poederig lijken ze. Niet heel erg strak en scherp en donker. Zoals ik er altijd vandaan kom als ik net vertrek bij Elna's. Maar dit is zeg maar de next day. Echt heel mooi. Ik ben net even gestopt bij de tank. Want mijn auto was echt gewoon een troep. Ik heb alles even opgeruimd. Weggegooid. Ik had nog heel veel spullen van McDonald's al zo erin. Het is allemaal lekker weggegooid. En ik heb weer een schone auto. Ik heb net een Magnum gekocht. Deze is echt zo lekker. Dit is white chocolate cookie volgens mij. Of is dat hem niet? White chocolate. Heb ik nou de verkeerde gekocht? Oh mijn god, ik had inderdaad de verkeerde. Ik heb de juiste nu omgeruild. Ik heb white chocolate en cookies. Deze is echt zo lekker en echt een aanrader. Ik ga er echt van genieten. Ik ga straks ook nog sushi eten. Dus het wordt echt, echt, echt een zware cheat day. Wat niet de bedoeling was. Maar mijn vriendinnen houden gewoon van eten. En ik wil eigenlijk heel gezond eten vandaag. En dan had ik het met haar over. Ja, we gaan daar en daar eten. Stuurde ze me later een app van. Meer zullen we gewoon sushi eten. En dan dacht ik, ach. Het is zondag, ik ga lekker sushi eten. Maandag is het morgen weer een nieuwe dag. Ik heb ook echt gewoon een relax outfit aan. Even kijken, oh, nog ruiten sproeien. Echt een relax outfit aan. Ik vind altijd van als je sushi gaat eten, moet je gewoon een joggingbroek aandoen. Want echt waar, ik kom er altijd 5 kilo zwaarder uit gewoon. En het is gewoon lekker chill, joggingbroekie. En eigenlijk wouden we nog ergens anders sushi eten. Maar dan mochten we dus niet heen met een joggingbroek en sneakers en zo. Dus ik dacht, nee. We gaan trouwens sushi eten in Lisse. Ik ben daar echt nog nooit geweest. Ik hoop dat het lekker is. Maar eerst even genieten van deze Magnum. Die heb ik echt lang niet gehad. Ik heb hem trouwens ook maar 1 keer gehad. En dat was bij Pathé. Toen zag ik hem daar. En hij zag er zo lekker uit. Hij ziet er ook echt heel erg lekker uit. Normaal gesproken vind ik Magnum niet echt heel erg lekker. Maar deze. Dom van me om net niet te gaan tanken. Want ik ben maar onderweg toch gaan gestopt. Toch gaan stoppen om te tanken. Want ja, als ik terugkom is het waarschijnlijk gewoon best wel laat. En ik vind het niet zo leuk om 's avonds te gaan tanken als het al donker is buiten. Dus dat ga ik nu doen. Heb ik net gedaan. Echt blij dat ik dat heb gedaan. Nu kan ik gewoon met een gerust hart gewoon lekker heen en weer rijden. Ik vind het altijd wel een beetje eng om zo 's nachts alleen te gaan tanken. Ik heb er af en toe best wel een nare ervaring mee gehad. Dus dat gaan we van voorkomen vandaag. Wat ik wel echt heb, zeg maar, na de afgelopen vakantie. Ik heb zeg maar niet echt het gevoel dat ik echt weer helemaal opgeladen ben. Dan had ik de vorige vakanties altijd wel, maar deze keer niet echt. Ik heb niet echt gehad van dat ik terug ben en ik dacht van, nou, ik ga nu dit doen, ik ga nu dat doen. Nou, ik ben echt lui geweest sinds ik terug was van vakantie. Ik voel me altijd echt zo schuldig als ik uit eten ga met mijn vriendinnen. En als Nessie dan thuis is, terwijl hij dat eigenlijk ook heel vaak doet en ik dat helemaal niet erg vind. Maar ik voel me er altijd zo schuldig. Dus ik heb hem net gebeld, want voordat ik vertrok gingen wij samen kippenvleugels voor hem marineren. En dan kon hij het in de oven doen en dan... ja, dat was dan zijn avondeten. Ik ging net even bellen of zijn kippenvleugels waren gelukt. Maar ik voel me eigenlijk echt zo schuldig of zo, hè. Ik ben nu in Lisse bij Ikoshi. Ik heb het nog niet gegeten. Maar ik ga het even uitproberen. Laat ik straks weten of het lekker is. Ik ben hier met iemand, maar die wil niet op beeld. Nou, jongens, daar ben ik weer. Het is inmiddels 11 uur. En ik kom rond 12 uur 's nachts aan thuis. Maar ik vind het al zo gezellig om gewoon weer met vrienden af te spreken die je nog van vroeger kent. En waar je eigenlijk een soort van mee bent opgegroeid. En dan lekker over het leven te praten en zo. Weet je wel, je wordt toch allemaal een stukje ouder. En dan ga je oude vriendinnen gewoon net iets meer
waarderen. Dus ik heb echt een super leuke avond gehad. Super veel gepraat. Lekker gegeten. Ik merk ook dat ik niet zoveel sushi kan eten als vroeger. Want ik zat echt heel snel vol. Ik heb zelfs geen toetje gehad. Normaal gesproken eet ik daarna echt altijd ijs. Maar ik ga nu lekker rustig aan naar huis rijden. Lekker 45 minuten in de auto. Dan kan ik weer ontspannen. En dan richt ik mijn man.